Welkom allemaal, mijn naam is Tamara de Weijer, ik ben huisarts bij Vondelplein, samen met mijn collega Karel Bos. Nou, dit is het allereerste webinar over voeding en leefsteladviezen bij diabetes type 2 en bij prediabetes, dus verhoogde glucosewaarden. Nou, welkom allemaal. Karel, misschien is het goed als jij jezelf ook even voorstelt. Ja, ik ben Karel Bos, ik ben alweer 21 jaar huisarts in Amersfoort en nou, ook 21 jaar heel erg enthousiast over voeding en leefstijl in de praktijk. Ik zie daar echt hele mooie resultaten van. En ik ben heel blij dat ik Tamara de Weijer een aantal jaren geleden heb leren kennen. En dat we nu mogen samenwerken. Dat gaat heel erg goed en dat geeft heel veel plezier. En onder andere dit is het resultaat dat we nu dus voor heel veel mensen tegelijk iets kunnen gaan doen op het gebied van voeding en leefstijl. Dus daar ben ik echt heel, heel blij mee. Nou, leuk. Ja, het is ook, we kennen elkaar al jaren, maar ik werk pas sinds oktober bij jullie in de praktijk met ontzettend veel plezier. Nou ja, we hadden elkaar natuurlijk al jaren geleden, maar nu dan echt in de praktijk op voeding en leefstijlgebied al echt helemaal gevonden. Dus we roepen regelmatig tegen elkaar uit wat voor feestje het is om met elkaar te kunnen werken. Dus nou ja, dat maakt volgens mij een hele mooie basis om dit te doen. Achter de schermen zit Celine de Geus. Zij is bij dit project betrokken vanuit zorggroep Huisartsen Eemland. En Marloes Collins, met wie ik onder andere het online leefstijlprogramma, dus het Dr. Tamara online leefstijlprogramma, heb gemaakt vorig jaar. Als het goed is, heb je aan de rechterkant zie je een chatfunctie. Zie je, met twee van die gespreksbordonnetjes chat. Daar kun je je vragen gewoon stellen. Ik heb een presentatie voorbereid. Dus wat informatie over voeding en leefstijl. Nou, via die chat kun je vragen stellen. Ook als ik gewoon nog aan het praten ben. Achteraf zullen we de vragen beantwoorden. We gaan ons uiterste best doen om ook zoveel mogelijk te beantwoorden. Dus schroom niet. Stel je vraag. Alle vragen worden anoniem gesteld, hè, dus wij zien ze wel, maar de rest van de deelnemers zien ze niet. En we gaan eens kijken wat er loskomt. Het is het begin van 4 webinars, dus volgende maand is er nog 1, dan 1 in september en dan 1 in oktober. Elke keer heeft een ander thema. En nu gaan we dus met name over voeding en voedingen hebben. En even een stukje achtergrond, hoe zit dat lichaam nou precies in elkaar? Dus laten we snel van start gaan. We gaan ongeveer tot 9 uur door, hè? Maar als er heel veel vragen zijn, gaan we misschien wel tot 9:15. Dan hebben we ietsjes uitlopen bedacht en we gaan gewoon eens even kijken hoe het loopt. Karel, dan mag jij even jouw microfoon en jouw beeld uitzetten. Jij komt zo meteen weer in het beeld. Ja. Hartstikke goed. Dus voeding bij diabetes, maar voor vanavond hebben we natuurlijk ook de prediabetes, dus verhoogde bloedglucosewaarde hebben we meegenomen. Nou, even wat huishoudelijke mededelingen vooraf. Stel nou dat die vastloopt, dat kan soms gebeuren. Dat je even geen beeld hebt, het beeld bevriest, geluid hapert. Druk dan op, bovenin zit de knop opnieuw verbinden. Druk die in op F5, dat is ook prima. En dan ververs die even. Dus niet eruit en erin gaan, maar even opnieuw verbinden. Vaak is het dan al opgelost. Is dat niet zo, zet het even in de chat. En dan kijken we ook achter de schermen eventjes met je mee. Zoals ik al zei, vragen kunnen via de chat gesteld worden. Jullie krijgen in de loop van de week ook deze opnames teruggekeken. Dus stel dat je eerder weg moet of wat dan ook. Of je komt wat later binnenvliegen, geen probleem, de opnames kunnen gewoon terug worden gekeken. De presentatie die ik geef, die wordt gewoon aan jullie gemaild. Dus die ontvang je ook in een pdf. En de volgende is dus woensdag 23 juni en die gaat over beweging. De data die klopte niet helemaal. Dus de dinsdag, volgens mij stond daar dinsdag 23 juni. Nou, we hebben het inmiddels nog helemaal uitgefilterd. Excuus daarvoor. Dus woensdag 23 juni gaan wij van start. Nou, Karel zal zich de volgende keer nog wat uitgebreider voorstellen, hoe die op dit pad zo is gekomen. Maar ik dacht eerst even wat over mezelf. Nou, ik ben inmiddels ruim 6 jaar huisarts. En mijn missie is Nederland gezonder maken. Dus ik doe dat natuurlijk in de praktijk van Karel, maar ook daarbuiten. Dus ik heb een aantal kookboeken gemaakt. Ik heb een handboek leefstijlgeneeskunde voor zorgverleners gemaakt. En dus, zoals ik zei met Marloes,
sinds vorig jaar een online leefstijlprogramma. Dus zo, ja, vanuit al die kanten. Ik werk samen met Albert Heijn. Echt om te kijken, hoe kunnen we die winkel nu ook gezonder maken? Dus zo probeer ik steeds een beetje die wereld gezonder te maken. Maar dat is niet altijd zo geweest. Ik dacht, ik ga direct even met de billen bloot. Nou, hier zie je mij een jaar of 13 geleden in een bootje dopperend in Nepal. Nou, dat was in de tijd dat ik nog echt groot gebruiker was van de kant-en-klaar maaltijden. Chips, bier, sigaretten. Ik was niet echt het toonbeeld van van gezondheid. Had veel buikklachten. Dus ik heb een prikkelbare darm nu zo. Maar ik ben al bijna 25 jaar. Was naar de huisarts geweest. Die zei, ja, het is prikkelbare darm. Dat hoort er nou eenmaal bij. Is niet zoveel aan te doen. Ik ging door een andere huisarts anders eten. Dus veel meer vers onbewerkt. En merkte dat het ook mogelijk was om zonder buikklachten door het leven te gaan. Dus dat je helemaal niet zo'n opgezette buik, je hebt veel buikkrampen, je komt maar 2 keer per week naar het toilet. Nou ja, en dat was weg. Nou, en een mooi bijeffect eigenlijk daarvan was dat ik, want ik was al 10 jaar denk ik aan de lijn, dus alle Modivast, Slimvast, Herbalife, nou, noem het allemaal maar op. Dat hield ik dan altijd 2-3 weken vol. En daarna dacht ik, ja, dan was ik hongerig, moe, chagrijnig, dacht ik, nou ja, laat maar, dan maar een beetje wat zwaarder. Maar echt als bijvangst viel ik ook nog echt veel af. En had ik veel meer energie. Dus dat is voor mij het zaadje geweest om dit ook in de praktijk toe te gaan passen. En met ontzettend veel plezier. Maar ja, dat is toch een beetje apart soms nog. Hè? Dus dokters die zich hier tegenaan gaan zitten bemoeien. Want we hebben natuurlijk nog diëtisten, we hebben fysiotherapeuten. Maar ja, als je terugkijkt, als je klaar bent als arts, dan zweer je de eten aan Hippocrates. Dat is de grondlegger van onze westerse geneeskunde. En een van zijn bekendste uitspraken was, laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding. Dus als je ook die originele artsen eet, zeg maar, bekijkt, dus de geschriften voor de artsen, zeg maar, daar staat alleen maar voeding en leefstijl in. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat Karel en ik dit al jaren doen. Want het hoort, ja, het hoort eigenlijk zelfs bij ons arts zijn. Maar goed, dat zijn we de laatste jaren toch soms een beetje wat verloren. Dit is even een beetje een stukje achtergrondinformatie. Hier zie je een plaatje van bijna 40 jaar geleden. Dus de BMI, dus de lengte in verhouding tot je gewicht. Nou, dan zie je dus eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand. Maar kijk je 30 jaar verder, dan zie je dat die BMI echt ook flink is toegenomen. Hetzelfde geldt voor de obesitas. En dat is je BMI, ja, ook weer in verhouding tot je gewicht, maar een BMI boven de 30. Nou, we weten hoe dichter je bij die obesitas zit, hoe groter de kans is op het ontwikkelen van suikerziekte, van hart- en vaatziekte, hè, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, beroertes, maar ook ziekten zoals kanker en dementie. Dus dat, ja, dat zijn dingen, hè, want hier zie je het weer het plaatje 30 jaar later. Waar we ons toch wel echt grote zorgen om maken. En ik denk de meeste mensen die ook een verhoogde glucose gehad hebben, niet allemaal, of diabetes hebben, type 2, dus dat is die je later op latere leeftijd krijgt, die hebben vaak ook last van overgewicht en met name rond die buikomvang. Nou, daar ga ik zo meteen op terugkomen hoe dat nou precies kan. En misschien nog wel veel belangrijker hoe je er ook weer van afkomt. Wat ze hebben gedaan is, is het probleem dus met overgewicht zo groot? Nou, ik zei net al, ja, je hebt dus meer kans op het ontwikkelen van ziekte. Maar wat ze nou hebben gedaan in Engeland is ook in verhouding gebracht van, ja, maar waar overlijden mensen nou echt het vaakste aan? Nou, en dan zie je dus ook daarbij alles binnen die rode cirkel is allemaal leefstijl of heeft te maken met leefstijl. Dit was nog wel, moet ik heel eerlijk zeggen, voor COVID. Dus die infecties die je een beetje aan de rechterkant ziet, dat zal een beetje wat meer zijn. Een beetje dat, ja, wat is het, turquoise bolletje. Ja, dat zal niet wat groter zijn. Het grootste deel van de mensen ook leidt toch echt aan roken, overgewicht, te weinig groente en fruit, te veel zitten. Nou, gaat Karel het uiteraard met jullie over hebben de volgende keer. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke onderdelen van een gezonde leefstijl. Maar ja, is het nou niet zo dat als je ouder wordt, dat je automatisch toch ook gewoon wat zieker wordt? Ja, hè, dat hoort er nou eenmaal bij. Nou, dat is niet zo. Hè, want je ziet, er zijn al tientallen jaren onderzoeken naar de blue zones, de blauwe zones. Misschien heeft u er al wel eens van gehoord.
En dat zijn 5 gebieden op de wereld waar mensen veel ouder worden. En eigenlijk veel belangrijker, ze worden veel gezonder oud. Dus ziekten zoals suikerziekte, hart- en vaatziekte, maar ook hoge bloeddruk, kanker, dementie komen daar veel en veel minder voor. Nou, wat ze hebben gedaan is gekeken van, hé, maar wat doen die mensen daar nu? Nou, dan kom je op 6 onderdelen kom je uit. Hè? Dus voeding, beweging, ontspanning, slaap, sociaal, hè? Dus verbinding met andere mensen en met jezelf. En ook zingeving, hè? Wat geeft jouw zin in het leven en wat geeft jouw leven zin? Daar gaan we het allemaal later gewoon nog over hebben. Nou, maar hoe zit dat nou precies in het lichaam? Nou, wat je ziet, mensen die diabetes hebben of een grote bloedglucosewaarde, die kunnen niet helemaal goed met suikers omgaan. Nou, wat gebeurt er nou in dat lichaam? We eten over het algemeen best wel veel koolhydraatrijke voeding. Hè? Koolhydraten zijn heel belangrijk, dus een belangrijke bouwstof. Maar op het moment dat je dat eet, dat lichaam kan dat niet meteen verwerken. Dus je eet, het gaat van je maag, van je mond naar je slokdarm, slokdarm naar je maag, van je maag naar je darmen. Daar wordt het afgebroken. Nou, dan wordt er in de alvleesklier, wordt het hormoon insuline gemaakt. En insuline zorgt ervoor dat die suikers, die in de darm zeg maar, vrijkomen in het bloed, dat die kunnen worden opgenomen in de cellen. Dus je hebt dat nodig ook om die cellen in te gaan. Dus ik vergelijk het vaak echt met een sleuteltje. Dus de insuline is zeg maar wat ervoor zorgt dat het gewoon die cellen ingaan. Behalve de hersenen kunnen glucose, dus suiker, gewoon meteen opnemen. Maar insuline is een anabool hormoon. Nou, anabole, dat kent u als het goed alles, allemaal wel. Hè? Dus het is een groeihormoon. Het is echt een hormoon wat met name zorgt echt voor vetopstapeling. En daarom zie je vaak dat als mensen insuline gaan spuiten, dat het ook heel moeilijk wordt om af te vallen. Dat het afvallen vaak pas op gang komt op het moment dat ze insuline gaan afbouwen. Want insuline is dus zo'n vetopslaghormoon en met name rond die buik. Nou, dat was vroeger was dat super nuttig. Hè? Toen wij nog in de barre tijden leefden, er was weinig voedsel. Dus die vet ja, was gewoon opslag. Dus als er dan een tijdje geen voedsel was, nou, hartstikke goed. Dan ging je die vetcellen leeg peuzelen. Nou, we leven natuurlijk in een wereld met heel veel overvloed, hè, met heel veel eten in plaats van heel weinig. Alleen je ziet dat het systeem van ons lichaam is nog precies hetzelfde ingesteld. Dus ja, dat werkt nu een beetje tegen ons. Dus je ziet op het moment zeg maar, dat er veel insuline is, veel buikvet. Die buikvet geeft een ongevoeligheid voor insuline. Nou, en hoe kan ik dat het beste uitleggen? Ik heb zelf 2 meisjes van 7 en 9. Als ik daar de hele tijd tegen schreeuw, en ik schreeuw nog een keer, ja, dat heeft natuurlijk helemaal niet zo heel veel effect. Maar ik schreeuw nooit tegen ze. En als ik nu echt een beetje bozig ben, hè, dus we moeten echt even opschieten, we moeten nu naar school, nou, dan weten ze, oké, dit is menens, misschien moet ik nu gewoon wel echt even uitwerken. Nou, zo wil je dat ook in je bloedbaan. Je wil als er een klein beetje suiker is, wil je dat er een klein beetje insuline, dus dat, hè, dat vethormoon, zeg maar, gemaakt wordt en dat dan hop, die bloedbaan gewoon weer lekker schoon is. Maar als je dus continu veel dus van die koolhydraatrijke voeding zeg maar eet, en dan kom je zo meteen nog op terug ja, wat dat precies is, dan zie je dus dat er eigenlijk de hete tegen die cellen geschreeuwd wordt. Ja, dan komt alleen maar meer groeihormoon. Nou, dat is uiteraard geen wenselijke situatie. Nou, hier nog even op een andere manier uitgelegd. Nou, dit is de suikerstofwisseling, dus je eet wat, het gaat je bloedbaan in, je glucosewaarde doet dit, je alvleesklier, dus die maakt insuline, een klein beetje als het goed is, en dan ja, vaak, even afhankelijk van wat je eet, een uurtje of twee, anderhalf, twee na je maaltijd, is die glucosegehalte, dat is alweer mooi op peil, en dan ga je glucose, dus echt ja, een belangrijke brandstof, hè, dat ga je halen uit je vetcellen. We noemen dat lipolyse. Dus dat zit al opgeslagen in die vetcellen, die glucose. Dus dat moet er ook weer uit kunnen. En dus daarom zijn we ook echt een voorstander van 3 keer per dag eten. Zodat je tussendoor ook je energie kunt halen uit die vetcellen. Dus die vetcellen ga je lekker leeg slurpen. Maar wat gebeurt er nou als je hoge glucoses hebt, hè, door bijvoorbeeld diabetes, of je hebt dus die ongevoeligheid
Omdat er dus de hele tijd tegen die receptoren, dus tegen die sleuteltjes geschreeuwd is. Je ziet een hele hoge glucosewaarde. Je alvleesklier gaat heel veel insuline maken, hè, dat vetopslaghormoon. Nou, dan zie je dat daardoor je suikerwaarde enorm dippen. Hè, dus dan zie je die hele diepe dalen. En wat je dan krijgt is echt acute stress in het lichaam. Want dat lichaam denkt, oh, dit is niet fijn, er is te weinig brandstof voor de hersenen, voor het hart, voor de spieren, voor de cellen. Dit is niet goed. Dus dit is vaak het moment waarop je trillerig wordt, moe, soms ga je gapen. En voor de mensen die ooit wel eens echt gewoon een hypo hebben, vaak bijvoorbeeld bij glimepiride of glyclazide of insuline, kan je dan dus die hypo's krijgen. Nou, dat is een heel, heel naar gevoel. Soms echt word je zelfs helemaal grauw, je gaat zweten. Dus dit is, je voelt je verschrikkelijk, dit is voor het lichaam niet fijn. Dus dit is natuurlijk echt helemaal geen fijne situatie. Nou, en wat zijn nou voedingsmiddelen die eigenlijk, hè, die hele hoge pieken en dalen uitlokken? Nou, die onderste rij is natuurlijk een beetje, hè, die zal denk ik wel duidelijk zijn. Dat zijn de chips, de snoep, de koek, de pizza. Nou, die geven natuurlijk de enorme pieken en dalen. Die bovenste rij, dus de pasta, brood, rijst, dat is met name de witte variant. Hè, dus dat is gemaakt, bijvoorbeeld brood, dat is gemaakt van bloem. En dus dan zie je op de achterkant ingrediënten, dubbele punt. En dan moet er als eerst volkoren tarwe meel achter staan. Dan weet je dat het ook de volle variant is. Hè. Dus in die vezels, daar zitten de vitamine, in het jasje van de graankorrel, daar zitten de vitamine, mineralen, vezels in. Die vezels die zorgen weer voor verzadiging. Maar al die witte varianten, daar is dat jasje, is eigenlijk eruit. Dat is in de zeef blijven liggen. Je houdt alleen maar het zetmeel van binnen, hou je over. Er zit helemaal niks in qua voedingswaarde. Geeft hele hoge suikerpieken. Dus al die witte varianten echt liever niet. En die volkoren varianten kunnen vaak een beetje, maar ook niet al te veel. Want mensen hebben vaak een probleem met hun glucosestofwisseling. Ja, dan is het niet zo slim om hele grote hoeveelheden glucose te nemen. Dus een klein beetje kan, maar niet te veel. Nou, die middelste rij, de aardappelen, hè, dat is natuurlijk ook veel zetmeel, dus ook veel suikers. Als je ze bakt, geven ze wat minder hoge suikerpiek dan als je ze kookt. Hè, dus stel je nou dat je enorm van aardappels houdt. En ja, eet ze dan niet te vaak, niet te veel. En als je ze eet, het liefst koken, afkoelen, bakken, dan geven ze de minst hoge suikerpiek. Nou, de snelle jellen, de koekrepen, die staan er echt berucht om. Daar zit dat is vloeibare suiker met witbrood. Dus prima als je jezelf een keer wil verwennen. Maar voor je gezondheid moet je het niet doen. Dus die snelle jellen, ja, het liefst niet. Je moet zelf weten, als je zelf denkt, nou, ik vind het hartstikke lekker, ga ervoor. Ik zou mezelf dan liever verwennen met iets anders. Bijvoorbeeld als je heel erg van chocola houdt, haal één keer in de zoveel tijd. Echt gewoon één of twee heerlijke bonbonnetjes. Ga daarvoor zitten. Geniet daarop van. In plaats van dat je achter de tv zo'n doos zeebanket naar achter schuift. Want nou, ik geloof niet dat heel veel mensen zijn die het lekker vinden. Je hebt hersenloos, heb je dan zo 10 of 15 naar achter. Je bent dan hartstikke misselijk. Je suikerwaarde vindt het niet fijn. Je voelt je misschien ook nog een slappeling. Dus dit gaat om een basisvoedingspatroon. Zo'n uitspatting. Dat kan echt wel op zijn tijd. Maar niet te veel en niet te vaak. Nou, dan dus het zoete broodbeleg natuurlijk. Hè, dus de jam, de hagelslag, anijshagel, dat soort spullen. Fruit, met name de tropische vruchtsoorten. Hè, dus bijvoorbeeld de mango, de banaan, de ananas. Die zitten vrij hoog. Blauwe bessen, aardbeien, wat zuurdere appels, frambozen. Die zitten weer veel lager in de suiker. Als je nou zelf denkt, hey, ik vind het wel heel interessant, ik wil er eigenlijk meer over weten. Je ziet als je googelt gewoon hoge glycemische lading of glycemische index, dan zie je hele mooie lijsten daar ook van staan. Nou, en de sinaasappelsap, dat is echt een instinker. Want mensen denken vaak, oh, dat is heel gezond voor je vitamine C. Maar wat je doet, is je perst fruitsuikers eruit. De vezels blijven allemaal in het bakje liggen. Dus doordat er weinig tot geen vezels in zitten, gaat het heel snel door naar je darmen. En hop, daar komt die suikerpiek. En hop, daar komt ook die insulinepiek. Dus fruit en eigenlijk ook groenten het liefst eten, niet drinken. Nou, want we hadden net deze gezien. Ja, wat ga je dan vaak doen?
is bij eten. Dus ja, hè, dan voel je niet lekker. Nou, toch om 10 uur maar eventjes wat. Misschien om 4 uur nog wel wat. Misschien om 9 uur 's avonds wat. En elke keer als je eet, stop je de vetverbranding. Want elke keer haal je je energie uit je suikerwaarde. En elke keer stopt die vetverbranding. Karel, ik ben het helemaal vergeten te zeggen. Normaal ben ik de host. Stel nou dat er tussendoor, hè, want ik hoop dat jij de chat in de gaten houdt. Als er nou tussendoor vragen zijn waarvan je denkt, hey, maar die is misschien goed om tussendoor te stellen, mag je me altijd onderbreken. Had ik je even van tevoren kunnen zeggen, maar bij deze nog. Wat dan is dan een lage glycemische lading? Nou, ik zei net al wat over het fruit. Nou, verder is het eigenlijk de klassieke mediterrane voeding. Hè? Dus de voeding die ze oorspronkelijk hadden in Italië, Portugal, Spanje. Nou, en wat zie je dan? Is groente, vis, volle zuivel, olijfolie, misschien wel peulvruchten zeg maar erbij, veel kruiden, weinig zout. Dus dat zijn dingen die ja, heel geschikt zijn voor mensen met suikerziekte of een aanleg daarvoor. Nou, dan nog even een aantal interessante onderzoeken die ik met jullie graag wil delen. Want we wisten al heel lang van nou ja, voor onbewerkte voeding. Dat slaat beter aan, hè, dat is beter voor je lichaam dan bewerkte voeding. Maar hoe dat precies? Dat was meer eigenlijk gezond boerenverstand dan dat het wetenschappelijk was vastgelegd. Nou, er is een heel interessant onderzoek, wat mij betreft in ieder geval van 2 jaar geleden. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben 10 mannen, 10 vrouwen, hebben ze 4 weken opgesloten, dus voor de lockdown. Ze 4 weken opgesloten, verdeeld in 2 groepen. Ze hadden allemaal een BMI van ongeveer 27. En de ene groep kreeg heel vers en onbewerkt te eten. Hè, dus veel, ik zei dat, mediterrane voedingspatroon. Dus veel groenten, fruit, noten, zuivel, olijfolie. En die andere kreeg heel bewerkt te eten. Dus ontbijtgranen, frisdrank, koek, snoeprepen, nou, kant-en-klaar maaltijden. Ja, ze mochten helemaal losgaan. Ze kregen 3 keer per dag kregen ze te eten. En ze mochten nog een portie vragen, ze mochten snackjes vragen. Maakt er helemaal niet zo heel veel uit. Die maaltijden, die waren hetzelfde qua calorieën, qua vezels, maar zelfs ook qua koolhydraten, vetten. Maar wat gebeurde er nou? Is wat je zag, is dat die mensen die heel vers en onbewerkt aten, die hadden veel minder trek. Die verloren in 2 weken tijd, verloren ze een halve kilo. Verloren ze een kilo. En per dag aten zij 500 kilocalorieën minder dan die andere groep. En het interessante was, ik zei net al, ze hadden veel minder trek, maar het interessante was ook, in het bloed kon je gewoon terugzien dat het hongerhormoon van de mensen die heel bewerkt aten, dus al die kant-en-klaar maaltijden, dus we noemen dat de ultra-processed foods, misschien heeft u daar wel eens van gehoord, dat hongerhormoon was echt torenhoog. Dus die mensen bleven maar honger hebben. Het verzadigingshormoon, wat er moet voor zorgen dat je verzadigd blijft, was ontzettend laag. Dus het lijkt alsof dat lichaam denkt, ja, ik weet niet wat je met al deze spullen probeert te bereiken, maar dit is geen voedsel voor mij. Hè? Dus hier zitten geen vezels in, geen vitamine, mineralen. Dus dat lichaam blijft maar om nog meer voeding te krijgen. Dus die verse, zoveel mogelijk onbewerkte voeding, dat is echt de basis van een goed voedingspatroon. Want wat we heel veel hebben gedaan is calorieën tellen. En zeiden we, nou, als je maar gewoon wat minder eet, wat meer beweegt, dan komt het allemaal goed. Maar dit is allemaal 200 kilocalorieën. Nou, dan heb je dus 1,5 kilo bleekselderij. Nou, dan ben je echt wel even klaar. 600 gram broccoli, 600 gram worteltjes. En je ziet hoe meer het bewerkt wordt, hoe minder je ervan kan eten of drinken, voordat je aan die 200 kilocalorieën zit. Nou, dat kleine glaasje waar die 60 milliliter bij staat, dat is chocomel. Dat is de drank waarmee je binnen de kortste tijd de meeste kilocalorieën ook binnen kunt krijgen. Dus zo zie je hoe bewerkt eigenlijk hoe meer. Helemaal rechts onderin zie je een blokje boter. Dus daarbij zie je ook dat die caloriedichtheid is heel hoog. Dus als je een klein beetje boter gebruikt, dat zit ook redelijk hoog in de calorieën. En dat zowel margarine als roomboter. Dus die maakt nog niet zo heel veel uit qua calorieën. Maar je ziet dus hoe meer bewerkt eigenlijk, hoe minder je ervan kan hebben. Nou, dan nog even een bruggetje naar de light producten, hè, want dat hebben we vanaf de jaren 70, zag je ineens ook allemaal light producten. Maar we zagen ook in onderzoek van, je wordt daar ook niet lichter van. Hoe zit dat dan? Nou, dit is ook een interessant onderzoek, dat heet het Mind Over Milkshakes onderzoek.
En wat ze hebben gedaan is, ze hebben ook daar weer gewoon proefpersonen. En die kregen 2 milkshakes. Nou, het waren allebei precies dezelfde milkshakes. Die waren allebei rond de 300 kilocalorieën. Maar dat wisten de proefpersonen niet. Dus bij de ene milkshake zeiden ze, nou, dat is echt een vol vette milkshake. Ruim 600 kilocalorieën. Hè? Dat is echt een flinke maaltijd. Maar joh, af en toe kan het prima. Lekker genieten. En die andere was een hele vetvrije, dus echt een hele magere, schuldvrije milkshake van maar 100 kilocalorieën. Dat was dus helemaal niet waar. Dus, maar dat dachten de proefpersonen. Nou, ze kregen vragenlijsten. Je zag dat de mensen die vol vette milkshake dronken, die waren veel langer verzadigd. Hè? Dus die hadden veel langer geen trek. En ook dat zag je dus weer terug in het bloed. Dus ook hun hongerhormoon was heel laag. Hun verzadigingshormoon was heel hoog. Bij die light dranken, de light drank, hè, want dat was natuurlijk hetzelfde, zag je dat zij heel snel weer trek hadden en ook heel veel hongerhormoon hadden in hun bloed. Dus alleen al het idee dat je een light product eet, dan denkt dat lichaam al, ja, ik kan hier niks mee, hier heb ik niks aan. Dus ja, als er maar één ding is wat je vanavond meekrijgt, is loop echt met een grote boog om light producten heen. En ik kom zo meteen een voorbeeld waarom dat alsnog een keer zo is. Nou, dan beperkt gebruik van alcohol. En ik zie toch dat ja, voor veel mensen best wel een lastig is. Dus alcohol, er is, ja, we weten eigenlijk op heel veel vlakken dat het niet goed voor ons is. Dus we worden er zwaarder van, we eten er meer van. Het geeft ook voor vrouwen en ook wel mannen een verhoogd risico op het krijgen van borstkanker. Dus je ziet, 1 glas alcohol vergroot het risico met het krijgen van borstkanker op 10%. En hoe meer je drinkt, hoe meer kans je hebt op het krijgen van borstkanker. Maar met alcohol is ook een beetje iets geks aan de hand. En we vinden dat dus eigenlijk helemaal niet gezond voor ons. Maar het is heel normaal geworden. Hè? Dus overal eigenlijk wordt wijn en bier gedronken. En terug van het werk, even een wijntje, even een biertje. Het is heel ontspannen. Je moet je vaak, ja, je moet uitleggen waarom je niet drinkt. Gewoon van, oh, wat gaat het ongezellig. En oh, ben je de bob? Ik hoor nog wel eens, oh, ben je zwanger? Nou, het zou nog net kunnen. Maar dus daar is iets geks mee. Dus ja, om nu te zeggen, goh, je moet helemaal stoppen met alcohol. Dat hoeft waarschijnlijk niet. Want heel veel mediterrane landen drinken ze ook wel wat alcohol. Maar probeer het echt te beperken. En zeker als je medicatie wil gaan afbouwen of zelfs helemaal stoppen. Nou, dan zou ik echt zo, ja, hoe minder, hoe beter. Nou, dan kom ik bijna richting het einde. Nog een paar laatste adviezen. Nou, wegwijs in de supermarkt. Het is natuurlijk best wel een supermarkt safari. Hè? Dus ja, waar moet je nou op letten? Nou, wat ik eerder al zei, leer die ingrediëntenlijst oplezen. Dus je draait het product om, zet er ingrediënten, dubbele punt. Het is wettelijk vastgelegd wat er het eerste aanwezig is. Zit er het meeste in en dan aflopend. Nou ja, en als een product al 20 verschillende ingrediënten heeft, nou, dan is er meestal zit er niet zo heel veel merkbaar voedingswaarde in. Als suiker of een van de schuilnamen van suiker, hè, dus alles wat eindigt op dextrine, alles wat eindigt op ozen, als dat al een van de namen is, nou, dan zie je ook daarbij dat je er ook beter met een grote boog omheen kan lopen, als dat ook weer een van de, ja, 5 namen, zeg maar, is. Dus hoe korter de ingrediëntenlijst, of een niet bestaande ingrediëntenlijst, zoals groente en fruit, hoe onbewerkt het product is. Nou, leren de voedingswaarde begrijpen, dat is vaak dat kadertje, wat je hier ook bij die snelle Jelle aan de rechterkant ziet. Wat we vaak doen is kijken naar de calorieën. Nou, wat ik straks al zei, een calorie is niet een calorie. Kijk ook eens naar hoeveel koolhydraten zitten er nou in, hoeveel vezels zitten erin, hoeveel zout zit erin. Nou, dus dat is vaak, zeg je, veel meer dan alleen maar die calorieën. En leer de marketing trucjes. Nou, ik zei net al, hè, light, dat is natuurlijk een hele bekende term geworden. Je mag iets light noemen als het 30% minder van iets bevat. Het is bijvoorbeeld 30% minder calorieën, minder vet, minder zout, minder suiker. Maar heel vaak wordt er ook een beetje mee gesjoemeld. Dus dan wordt er ook gezegd van, ja, ambachtelijk bereid, uit grootmoeders keuken. En dan is het ook nog light. Dan denk je, nou, dit moet wel goed zijn. Nou, wat je heel vaak ziet is, als het light is, en als het, met name als het vet eruit is, en dat gebeurt heel vaak aan light, is dan krijgt het product geen smaak meer. Dus wat je ziet is, dan doen ze er veel meer suiker bij, om het nog enigszins smaakvol te maken. Maar suiker, die geeft veel grotere pieken.
En die geeft ook een veel, je bent veel minder snel verzadigd van suiker dan bijvoorbeeld van eiwitten of vetten. Dus die verzadigen veel meer. Dus je schiet er uiteindelijk helemaal niks mee op. Nou, en die plus pindakaas light is ook wel een leuk voorbeeld. Die heeft een aantal jaar geleden het Gouden Windei gewonnen. Dat is een, ja, een soort poedelprijs voor de meest misleidende voedselcampagne of voedselproduct of het product. En dit was dus de plus pindakaas light, dus 30% minder vet, maar 451% meer suiker. Maar goed, ze hebben niet gelogen. Dus echt, ja, geloof niet alle claims op de voorkant. En kijk echt ook naar wat er in die achterkant zit. Nou, dan heb ik een polvraag. En nou hoop ik dat hij het doet. Ja, kijk. Nou wil ik graag van jullie weten waar nou de meeste suikers in zitten. En dan heb ik het over koolhydraten per 100 gram. Ik heb het dus even voor het gemak suikers genoemd. Omdat, ja, het zijn allemaal snelle suikers. Hè, dus die snelle pieken geven, zitten weinig vezels in. Nou, even om aan te geven, wat is nou 100 gram? Nou, dat is echt een flinke kom grizzly. 1/3 zak Japanse mix. Dat is 3 plakjes ontbijtkoek en 3 pakjes crackertjes. Dus ik ben heel benieuwd van waar zitten nou de meeste suikers in. Nou, Karel, jij kan niet meedoen volgens mij, maar ik ben wel heel benieuwd. Even kijken. Ja, kijk, daar komen de eerste al aan. Hou het nog voor je, Karel. Ik ga het jou wel vragen natuurlijk. Ja, er wordt druk, wordt er ingevuld. Nou, de grizzly Japanse mix en de ontbijtkoek. Ik zie nog eentje de crackers. Ja, 2 denk ik de crackers. Maar hij staat nu wel redelijk stil. Nou, wat ik hier heb, ik weet niet of jullie het kunnen zien, is 40% de grizzly, 13% de Japanse mix, 36% de ontbijtkoek en 9% de crackers. Dus met name de grizzly en de ontbijtkoek. Karel, als jij het mocht zeggen, wat denk jij? Ja, ik denk dat de meeste suikers in de Japanse mix zitten. En daar heb jij helemaal gelijk in. Ik weet niet of we hem van tevoren al hadden besproken, volgens mij niet. Maar het klopt in ieder geval helemaal. Je ziet, het is 82 gram suiker per 100 gram zijn koolhydraten. Ze gaan allemaal snelle suikers. Die anderen zitten ook ontzettend veel. Hè? Dus veel mensen doen een koolhydraatbeperkt dieet, voedingspatroon. Ja, dan zit je vaak tussen de 50 en 100 gram koolhydraten per dag. Met dus 3 pakjes crackertjes of een beetje grizzly zit je dus al bijna aan die dagdosering, zeg maar. In de poll zit ook nog wel een vraag, Tamara, die daar denk ik bij aansluit. Ja, ja. De vraag luidt, wanneer spreek je nou van een koolhydratenrijke voeding? En tellen alle koolhydraten evenveel mee? Nee, ja, hele goede vraag. Ja, koolhydratenrijke voeding, dat ligt dus ook maar een beetje inderdaad aan het soort koolhydraten, hè? Want ik hoor dan mensen soms ook wel zeggen, ik eet koolhydratenloos. Nou, dat zou betekenen dat je ook geen groente, fruit, noten, wat dan ook eet. Nou, ik hoop dat niemand koolhydratenloos eet. Je kan wel koolhydraten beperkt eten. Nou, vaak zit je dan dus tussen de 50 en 100 gram koolhydraten per dag. Maar, hè, het tweede deel van de vraag, het is natuurlijk ook daarbij, hè, de ene calorie is de andere niet en de ene koolhydraat is de andere niet. Dus het ligt eraan wat wij in de fabriek ermee gedaan hebben. Dus op het moment dat je, of in de keuken, hè, bijvoorbeeld rauwe wortel, zit er weer minder hoog op die suikerindex, hè, dus die glycemische index, dan gekookte wortel. En dat kan je zelf ook wel proeven natuurlijk, hè, dus die gekookte wortel is natuurlijk ook zoeter. Dus daar heeft het mee te maken, dus welke bewerking, hè, dus dat zag je ook bij die aardappelen. Maar ook in de fabriek, hè, dus met die graankorrel bijvoorbeeld, die witte variant, die geeft, omdat die dus heel weinig vezels heeft, een veel grotere suikerpiek dan de volkoren variant. Dus daarom is die glycemische, lage glycemische index, is wel echt een hele mooie om eens gewoon te bekijken van, goh, wat zegt die nou? En ja, vaak is het ook wel een beetje je gezond verstand, hè, hoe zoeter het is, vaak hoe meer suikers erin zitten. Dus zo zie je bijvoorbeeld dat een onrijpe banaan, dat die weer veel minder hoge suikerpiek geeft dan een hele rijpe banaan, zeker zo'n bakbanaan. Waar het niet voor opgaat is het rode en blauw-paarse fruit. Dus dat kan, ja, zeker het aardbeienseizoen komt er straks weer aan,
Als je, ook als je, heb je hele lekkere zoete aardbeien, dan nog steeds geven die een hele lage suikerpiek. Dus aardbeien, bessen, frambozen, dat zijn bramen, dat zijn hele, ja, hele gezonde producten, hele geschikte producten voor mensen met hoge suiker. Dat valt mij ook altijd op bij kersen. He, dan, dat lijkt net zo zoet als druiven, ja. Maar kersen bevatten dan echt veel minder suiker dan druiven. Klopt inderdaad, maar wel weer veel meer dan aardbeien en bessen en zo. Dus daarom is die lijst ook wel echt leuk om eens een keer te bekijken van, goh, wat eet ik nou gewoon? Hè? Dus ook die bananen. Kijk, bananen zijn natuurlijk niet ongezond. Alleen, ja, niet heel geschikt voor mensen met suikerziekte. Dus om ze af en toe een keer te eten is geen probleem, maar het liefst niet te veel, niet te vaak. Nou, dan wil ik graag afsluiten met een video. Dus dan is het toch maar goed, zie je Karel, dat we gewoon toch ik had een half uurtje nodig, dat we toch even tot 9:15 doorgaan. Deze duurt een minuutje of 3. En dus blijf je vragen ook vooral insturen. Als het goed is, kunnen jullie nu de video aanzetten. Misschien mag ik nog één voorbeeldje noemen. Zeker. Kijk, als je een glas... Oh, je valt weg, Karel. Een voorbeeldje. Als je nou eens een glas sinaasappelsap neemt en je perst die sinaasappels, dan heb je zo 4 sinaasappels in een glas en die kun je zomaar wegdrinken. Dat doe je binnen een minuut. Dan heb je dus best veel suiker binnen. Ja. Terwijl als je 1 sinaasappel eet, dan ben je een hele tijd bezig. Je hebt alle vezels ook. Ja. En dan heb je dus misschien wel 20% van de hoeveelheid suiker binnen ten opzichte van een glas. Ja, en dat is ook een mooi voorbeeld. 7 suikerklontjes ongeveer per glas vers gemaakt sinaasappelsap. En misschien nog even, want die was ik vergeten te zeggen bij die Japanse mix. Want dat was inderdaad dus de klapper. Als je daar een beetje op stoom bent en je eet zo'n heel zakje leeg, heb je dus bijna 60 suikerklontjes naar achter gewerkt. En want dat heeft een enorm hoog, omdat het zo hoog zit in de snelle suikers, heeft een hele grote dooreetfactor. Dus ja, als je een keer uit de band wil springen, dan zou ik die misschien denk ik niet nemen. Nou, er is ook nog wel een vraag van over suikers, koolhydraten. Is er nog niet wat nuance nodig? Hè? Maakt het niet uit welke koolhydraten je neemt? Ja, wat ik net al zei, hè? Dus kijk vooral dus ook naar die glycemische index, hè? Dus naar die suikerwaarde. En gebruik daarbij ook gewoon je gezond verstand. Dus kijk eens ook even dus bij de vezels. Lees die ingrediëntenlijst. Dus absoluut waar de ene koolhydraat is niet de andere koolhydraat. De ene calorie is niet de andere calorie. Vetten, daar kunnen we het ook nog heel lang over hebben. Het eiwitten. Dus kijk vooral naar de kwaliteit. Is veel belangrijker dan de kwantiteit, dan de hoeveelheid. Dus echt die verse, zoveel mogelijk onbewerkte, zo gevarieerd mogelijke voeding. Dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Even kijken, dan zet ik even mijn beeld en geluid uit. En dan starten we de film. Als jij jouw beeld ook nog en geluid uit wil zetten. En dan gaan we straks weer verder met de poll, met de chatvragen. Ja, zeker, want dit was het laatste stuk. Ja, zeker. Ik wilde iets aan mijn lichaam gaan doen. Mijn vrouw ging ook zeggen, John, je wordt te dik. En dat vond ik zelf ook. En toen stond er op een gegeven moment in de krant stond iets over dit programma. Dus ik had me daarvoor aangemeld. Nou, op dat moment heb ik het knop omgegooid. En we zijn in april begonnen. Ja, en ik ben, ja, het is nu, het was in september afgelopen. Ik was 35 kilo erbij afgevallen. Maar het allerbelangrijkste voor mij was... Ik was helemaal gezond verklaard. Door het ziekenhuis, ik had geen pillen meer, ik hoefde niet meer te spuiten, helemaal niks. Ik was heel erg blij. Nou, ik kwam een keer bij de dokter, een paar jaar terug, en toen vroeg ik aan hem, ik zeg, als ik zou afvallen, zou ik dan van de spuit af kunnen komen? En toen zei hij, oh nee John, daar kom je niet meer vanaf. En daar baal ik eigenlijk best wel een beetje van, want via William en Tamara ben ik gewoon binnen 3 dagen van mijn spuit afgekomen. En dan denk ik van, ja jongens... Dat had hij toch ook kunnen weten? Door de begeleiding die je hebt gehad, de medische testen en dergelijke, en dat je het met een groep doet, dan wil je niet laten kennen. Dus dan wil je eraan meedoen.
Dat geeft je juist de motivatie. Dat is juist zo leuk. S'nachts met diabetes heb je pijn in je voeten. Dat is echt verschrikkelijk, kan dat zijn. Hou ik er pijnstillers voor, hè? Nou, die heb ik helemaal niet meer. Het is allemaal perfect geworden. Ja, het is heel vreemd allemaal. Voor mezelf ook, hoor. Maar dit is voor mij juist de motivatie om ermee door te gaan. En ik heb er een vrouw achter staan. Ze eet best nog wel eens een aardappeltje of zo. Hè? Of, maar ze eet ook vaak met me mee. En dat is ook wel belangrijk. Die is ook 20 kilo kwijt. Als het lekker zou zijn geweest vroeger, zou ik al lang weer teruggevallen zijn. Maar omdat ik dit gewoon lekker vind, ja, waarvoor zou ik dan terugvallen? Het is toch zonde? Het is toch heerlijk als mensen buiten deze zeggen, goh, jongens, zie je er goed uit? Ik had metformine, ik had amlodipine, ik had simvastine, ja, hydrochloor, tabletten, plaspillen, ik had alles. Bloeddruk had ik er ook 4 voor. Ik ben alles kwijt. Het enige wat ik nu nog doe, is een ascalpoeder ter voorkoming van. En gebruik een ascalpoeder als een bloedverdunner. Maar eigenlijk zou dat ook nog geen eens meer nodig zijn, denk ik. De toekomst zie ik heel erg zonnig in. Het gaat echt geweldig. Ik voel me super. Lekker gezond eten, veel groenten, vis, perfect. Nou, dit is het filmpje van John. Hij gebruikt 210 eenheden insuline. Nou, dat is echt ongelooflijk veel. Dus, en ik had dit ook nog nooit zo gezien. Dus nu een paar jaar later. En hij is nog steeds van zijn medicatie af. En hij was gewoon echt binnen 3 dagen van zijn medicatie af. Dus we moesten elke keer afbouwen. Ik zie dat niet zo vaak echt zoveel. Hè. Wel echt dat mensen medicatie af kunnen bouwen. Want ik ben ook veel jarenlang betrokken geweest bij dat Keer Diabetes 2 omprogramma. Dus dat is ook wel vaak echt een van de motivators van patiënten. Van, goh, ik wil echt graag gewoon wat minder medicatie. Hè, of betere waarden. Of voorkomen dat ik suikerziekte krijg. Ja, en we weten gewoon dat dat heel goed kan. Het is geen garantie. Hè, dus het is geen garantie als je met je levens aan de slag gaat. Dat je altijd van je medicatie afkomt. Want soms speelt er ook nog wel meer mee. Ik zag net iemand die zei van, maar ik ben eigenlijk niet helemaal te zwaar. Dus we gaan zo meteen ook eventjes naar de vragen. Heel vaak kan dat wel. Heel vaak kan het echt wel minder. En kan je minder medicatie. En kan je ook beter ingesteld worden. En niet met minder eten. Maar vooral dus met anders eten. En ik denk dat dat wel echt iets anders is. Dan dat we heel vaak zeiden. Ja, je moet gewoon een beetje minder eten. Meer bewegen. Ja, er is nog veel meer. Hè, dus echt anders eten. Nou, daar hebben we het natuurlijk vandaag over. Ja, dat meer bewegen, daar komen we zeker op terug volgende week. Maar ook slaap en ontspanning is ontzettend belangrijk. En ook hoe jij zelf in het leven staat. Hoeveel plezier jij hebt in het leven. Maar daar gaan we ook dus in de laatste op terugkomen. Karel, ik zag dat er van alles binnen was gekomen. Even kijken. Over de verwarring. Wat zeg je? Er is veel verwarring over voeding. Hè? Ik zie daar ook een vraag. Iemand zegt, ik ben in verwarring. Hoewel ik niet zwaar ben. Ja. Gebruik ik zo weinig mogelijk. Dat is Rob, hè? Ja. Dus Rob zegt, ik ben in verwarring. Ik ben niet te zwaar. 74 kilo. Gebruik zo weinig mogelijk vet. Dus geen volle yoghurt bijvoorbeeld. Maar ik hoor, als ik het goed hoort, adviseert u volle yoghurt. Want dat eten mediterrane mensen ook. Zo lust ik er nog een paar. Wat dacht je van Engels ontbijt? Engels eggs en bacon. Je weet dat er een aantal hartpatiënten in Engeland relatief lager is dan in Nederland. Ja, het is best wel verwarrend, Rob. En ik begrijp het echt heel goed, hoor. We hebben natuurlijk jaren gezegd, ja, niet allemaal vetvrij. Vetvrij, zo weinig mogelijk vet. Hè. Dus mager, mager, mager. Nou, we zagen dat mensen daar niet magerder van werden. Het is gebaseerd op de 7-landen-studie. Hè. Dus die is in 1977 gepubliceerd. Nou, ze hebben 40 jaar mager gaan eten. Maar daar zijn we natuurlijk niet magerder van geworden. Wat we wel zien is dat mensen met diabetes of verhoogde glucosegehalte hebben een probleem met hun glucosestofwisseling. Koolhydraten geven de snelste glucosepiek, dan eiwitten en dan vetten. Vet eigenlijk nauwelijks. Dus een wat vetrijkere voeding, wat meer eiwitvoeding, is waarschijnlijk geschikter voor mensen met diabetes of verhoogde bloedglucosewaarde. Maar dat wisten we toen niet. Het nadeel van zeg maar het Engels ontbijt, echt de eggs en bacon. Nou, ik denk die eieren, daar is niet zo heel veel mis mee. Hè. Dus we hebben heel lang gedacht, ja, maar dan gaat je cholesterol helemaal de pan uit. Ja, als je meerdere eieren per dag eet, waarschijnlijk wel, maar een eitje per dag, is helemaal niks mis mee. Maar die bacon is weer een heel sterk bewerkt product.
Dus die bacon is gemaakt van rood vlees en vaak van varken natuurlijk. En we weten dat veel rood vlees, en met name bewerkte rood vlees, hè, dus bacon, maar ook vleeswaren, salamis, dat soort dingen, dat die een verhoogd risico geven op het ontstaan van hart- en vaatziekten, maar ook bijvoorbeeld op het ontstaan van darmkanker. Dus daarom raad ik het voedingscentrum aan van nou, eet dat echt het liefst maximaal 300 gram per week. Het liefst nog gewoon wat minder. Maar ja, dat we dus veel meer van die vetarme naar koolhydratarme voeding gaan. Ja, dat is een aantal jaar nu aan de gang. Ik denk een jaar of 5 zeker wel. En ja, we komen daar toch steeds meer uit dat een in ieder geval veel betere behandeling is voor de mensen met diabetes type 2. Of te voorkomen dat ze diabetes 2 krijgen. Maar daarin is die onbewerkte voeding wel echt super belangrijk. Hè? Dus ik heb ook wel eens mensen gehad en die gingen dan inderdaad alleen maar kaas en worsten, weet je, bifi-worsten en dat soort dingen. Ja, dan schiet je natuurlijk niet heel veel op. Ze vonden het waarschijnlijk veel lekkerder. Hè? Ze dachten, oh, ik mag er alles. Maar als je inderdaad volle zuivel, hè, want volle zuivel is ook weer anders dan vlees, weten we. Als je dus de vette vis, dus de zalm, sardientjes, haring, olijfolie, avocado's, ja, noten. Dus dan krijg je natuurlijk echt wel vetten binnen die je heel goed verzadigen. En we hebben vetten natuurlijk ook nodig. Hè? Dus 98% van onze celwand bijvoorbeeld bestaat uit vetten. De vitamine D is een vetoplosbare vitamine. Dus die vetten zijn heel belangrijk. Alleen ja, kijk daarbij dus wel naar de kwaliteit van je eten in plaats van de kwantiteit. Dus de hoeveelheid. Dat sluit ook weer heel mooi aan bij een vraag over wat kun je nou als tussendoortje nemen. Nou, Tamara noemde het al. Hè. Ik heb altijd wel ergens walnoten bij me. Nu ook weer toevallig. Oh. Je hangt volgens mij. In ieder geval voor mij hang je even vast, Karel. Hebben jullie dat ook? Want dan ga ik hem even overnemen. Of ligt dit nou aan mij? Even in de chat. Even spieken. Ja, ja, Karel hangt, hè? Ja. Nou, Karel, ja, dan ga ik hem toch. Oké, okay, ja, ik zie het inderdaad. Ik was al even naar Marloes aan het kijken achter de schermen. Ik denk dat Karel er even eruit en weer ingaat. Ja, ik heb hem door. Dankjewel. Nou, ik ben in ieder geval blij. Het is altijd een gedoe met ook netwerk, stabiliteit, dat soort dingen. Maar dat maakt helemaal niet uit, want ik kan natuurlijk ook gewoon in de chat kijken. Dus ik neem hem gewoon over. Dan mag Karel zo over de wandel kijken. Ik kijk even helemaal van onder aan. Of dat allemaal is beantwoord. Nou, Bea, dus de koolhydraten, nou, die hebben we natuurlijk besproken. Nou, calorieën, nou, dezelfde vraag eigenlijk ook van Bea, van nou, hoe zit het nou met die calorieën? Dus nee, dat zijn absoluut niet dezelfde. Wat je vaak ziet is als mensen wat koolhydraatarmer en wat vet- en eiwitrijker gaan eten, dan zie je dat ze vaak minder eten, omdat ze dus veel meer verzadigd zijn. Dus als die verse en onbewerkte voeding, hè, en dus wat rijker in eiwitten en natuurlijke vetten, dan zie je dus dat mensen vaak ook wat minder eten. Wat het gevaar vaak is als mensen heel weinig eten, hè, dus bijvoorbeeld een crash dieet, ja, dan zie je dat ze, dus ik weet niet, ja, ik zie het nu niet meer zoveel in de praktijk, met name bijvoorbeeld Cambridge, hè, dan konden mensen kiezen uit 500, 800 of 1200 kilocalorieën. Nou, de meeste mensen kozen dan 500 tot 800 kilocalorieën. Vielen dramatisch af, 15, 20, 25 kilo. Maar wat je ziet is dat lichaam, ja, die komt in een complete stresstoestand. En wat die gaat doen, is die gaat gewoon heel slim de stofwisseling terugdraaien. Dus op het moment dat jij weer gaat eten, en je ziet dat hongerhormonen neemt toe. Verzadigingshormoon neemt af. Dus je krijgt veel meer honger. Nou, op een gegeven moment is er natuurlijk geen houden meer aan. Ga je eten, maar dat lichaam heeft die stofwisseling al dusdanig teruggedraaid, dat het alles vast gaat houden. Want die denkt, ja, doei, je weet nooit wanneer die volgende hongerwinter weer komt. Hè. Dus crash-diëten, echt raad ik altijd af. Want het duurt nou, soms wel maanden tot jaren, soms zelfs echt tientallen jaren, voordat je je stofwisseling gewoon weer helemaal goed hebt gereset. Dus crash-diëten, alsjeblieft, doe het niet.
Kijken. Ja, Petra zegt inderdaad, hè, koolhydraatbondenschap zegt niet alles, hoeveel er een portie zegt dat meer. Daarom leg ik ook uit inderdaad wat die porties waren. Hè. Dus waren die drie plakjes Spijnenburg, dat was die grote kom Krusli. Dus absoluut waar, Petra. Dus ja, wat is 100 gram? Dus vandaar dat ik het ook even, natuurlijk even bij zet. Dus helemaal met je eens. Danielle vraagt nog, wat kun je het beste eten als tussendoortje als je trek hebt in plaats van fruit of yoghurt? Nou, wat je dan, het is eerst denk ik belangrijk om te kijken van, goh, waarom heb je trek? En dus vaak is het zo dat je dan of te weinig hebt gegeten, hè, dus je maaltijd is te klein, of te veel koolhydraten, of te weinig vetten en eiwitten. Dus die drie zijn heel belangrijk, hè, dus te weinig vetten en eiwitten, of te veel koolhydraten. Maar zeg je, nou ja, dat is eigenlijk allemaal gewoon voldoende, dus daar kan het niet aan liggen. Nou, dan is bijvoorbeeld toch iets liefst wat eiwit- en vetrijk, omdat dat dus niet die bloedsuikerspiegel zo opjaagt. Dus bijvoorbeeld wat noten, dan kan je denken aan een eitje, dan kan je een stukje avocado. Je kan natuurlijk wel ook gewoon groenten eten, dus wat snacken, tomaatjes, komkommertjes, dat soort dingen, cherrytomaten. Dus dan zie je bijvoorbeeld 7 cherrytomaten, ook alweer 100 gram groenten wat je extra neemt. Maar het liefst is van tevoren heel even kijken naar van, hoe zien die maaltijden eruit. Even kijken. Nou, zeg, ben je nog iets over de Japanse mix? Dus van rijst en rijst zit koolhydraten. Dus logisch dat de koolhydraten, maar de suikers. Ja, alleen rijst, ben je, kijk, het is natuurlijk allemaal ja, witte rijst. Hè, dus het is echt die, er zit geen vliesje zit daarmee in. Maar die witte rijst, die geeft dus die hele hoge suikerpieken. En daarom staat hij dus zo ongelooflijk hoog, ook op de glycemische index. En is hij dus niet geschikt. Nou, eigenlijk voor niemand, maar zeker niet voor mensen met verhoogd glucose. Even kijken. Nou, Thea zegt, ik ben helaas erfelijk belast met, of ik ben belast met erfelijke hypercholesterolemie. Ik spuit hier medicijnen voor. Is het ook mogelijk van deze medicijnen af te komen? Nou, heel eerlijk Thea, dat is wel lastig. Want dan heb je echt een, nou ja, in je DNA is dan een foutje in je vetstofwisseling. En je kan het wel, vaak wel verbeteren met gezonde voeding en leefstijl. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat er helemaal van afkomen. Dat, ja, dat wordt gewoon ontzettend lastig. Cholesterol, hè, verhoogd cholesterol, verhoogde bloeddruk, verhoogde suikers gelden vaak dezelfde adviezen. Bij cholesterol is nog wel echt even belangrijk om de alcohol mee te nemen. Want ook alcoholgebruik verhoogt je cholesterol. Dus met name ook de vloeibare suikers. Dus in vlees en de vloeibare suikers die verhogen ook je even spieken. Nou, ik zie Karel nog niet binnenkomen, dus ik ga gewoon door met de vragen. Ik kijk heel even op mijn appartie die nog. Hij komt er niet meer in. Nou, Marloes, ik ga jou eventjes het nummer van Karel ga ik jou even sturen. Dan zou het fijn zijn als jij eens even contact met hem wil opnemen. Misschien eventjes een nieuwe link of zo, want het is natuurlijk wel echt zonde als Karel dat voor de laatste keer niet meer inkomt. Dus kijken, maar Loes dan. Ja, oh, oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk altijd het gevaar met techniek, hè? Dus soms heb ik wel eens gehad, ik geef heel veel lezingen, en, of gaf heel veel lezingen voor COVID. Nou, dan heb je soms dat de microfoon uitvalt, of er is niet op de zaal. Ja, dit is het nadeel als je dus met dit soort technieken. Het voordeel is dus dat we nu, ondanks COVID, allemaal gewoon nu achter de lekker thuis al dan niet in onze pyjama kunnen kijken. Maar het nadeel is dat de techniek ons soms wel eens in de steek laat. Maar ik ga gewoon door met de vragen. Gerrit zegt, ik eet om 7 uur een schoutje Griekse yoghurt met fruit. 10 uur en een half sneetje koolhydraat aan een brood met kaas. 12 uur 2 sneetjes koolhydraat met kaas of rosbief en een kommetje havermout. Om 3 uur een half broodje met kaas of rosbief. En om 6 uur magervlees met groente en zoete aardappelen. En om 10 uur een schoutje yoghurt. Wat doe ik fout? Nou, laten we vooropstellen, Gerrit, je doet niks fout. Wat ik je wel zou adviseren, is, want ik denk haast dat je ook trek dan hebt, hè, rondom 10 uur of rondom 3 uur. Wat ik zou doen, is die maaltijden dus wat groter maken. Dus die mag je gerust dan bij dat schaaltje Griekse yoghurt. Daar eventueel dus nog dat sneetje koolhydraten aan brood bij. Hè, die om 3 dan ook weer even dat je die om 12. Want wat je hiermee krijgt, is elke keer weer die piekjes. En elke keer als je een piekje hebt, dan maakt die alvleesklier maakt insuline. Je blokkeert je vetafbraak. En je gaat je energie uit dat eten halen.
en niet uit die vetcellen. En je wil natuurlijk echt tussendoor, echt uit die vetcellen wil je je energie halen. He, dus het liefst echt 3 volwaardige maaltijden per dag. En dan denk ik dat je tussendoor minder trek hebt. En dat je suikerwaarden waarschijnlijk dus wat beter zijn ingesteld. Omdat je dus dat buikvet gaat opsnoepen. Even kijken. Anton vraagt, is alles rauw eten goed? Ja, dat is natuurlijk ook dat is een enorme trend geweest. Hè? De raw food, dus alles zoveel mogelijk rauw eten. Ja, waarschijnlijk niet. Als je kijkt ook weer daar vanuit de evolutie. Onze genen zijn namelijk echt nauwelijks veranderd sinds de laatste, nog voor de vonden landbouw. Hè, dus toen nog jagers verzamelaars waren. En toen kookten wij ook al eten. En wat je ziet is dat bij het koken, en tomaten staat bijvoorbeeld een goed voorbeeld van, is als je tomaten kookt, dus tomatensaus of daarvan maken tomatensap, is lycopene, wat een heel gezond stofje is, komt veel beter vrij dan uit de rauwe tomaat. Dus het koken, of liever dan zelfs nog het stomen, dat zorgt er ook echt voor dat die vitamines wel behouden wordt. Dus alles rauw eten, ja, daar is ons maag-darmstelsel ook niet helemaal goed op ingesteld. En je hebt dus bepaalde vitamines die veel beter goede stoffen, fytonutriënten, die veel beter worden opgenomen als ze gekookt zijn. Dus alles rauw eten zou ik niet doen. Nou, dit gaat over Karel. Kijk, Gerrit hebben we dit gezegd. Ja, Jan, die heeft een hele goede vraag. Die zegt, ja, kan je iets zeggen over een langzamer etentempo? Ja, zeker Jan. Een hele goede opmerking van je. Nou, wat je ziet is, die hersenen hebben ongeveer 20 minuten nodig om het signaal te krijgen van, hé, ik zit vol. Nee, dus dat signaal van je maag naar je hersenen. Wat je ziet is dat we vaak veel sneller eten en dat we dan dus ook veel makkelijker dooreten. Wat je ook ziet is op het moment dat je veel langzamer eet, dat je veel beter koudt, dat die vertering veel beter gaat. Die suikerpiek veel minder hoog wordt. Dus ja, het eigenlijk ook veel rustiger in je bloedbaan komt. Dus langzaam eten is echt een hele goeie. Wat je ook ziet wat vaak helpt is als je de neiging hebt om bijvoorbeeld 's avonds ook veel te eten. Is de pan niet op tafel zetten en dus schep het in de keuken op. Je kan iets kleinere borden nemen. Want ja, ziet eten, doet eten. En ze hebben zelfs op de markt een trilvork die als je dus te snel eet, dan gaat hij dus trillen. Dat is natuurlijk super irritant, maar vaak is het ook gewoon een gewoonte. Dus probeer inderdaad gewoon wat langzamer misschien te eten dan je normaal zou doen. Nou, Louise vraagt, zijn 2 kopjes zwarte koffie per dag nadelig? Nee, helemaal niet. Kan je prima blijven drinken. Het is nog wel een leuk bruggetje. Op het moment dat je nu nog thee of koffie met suiker of melk of zoetjes eet, probeer dat dus 3 weken niet te doen. En in het begin denk je, godverdamme, ik vind het helemaal niet lekker. Die smaakpapillen kan je trainen. Dus dat duurt vaak een week of 2, 3 voordat je traint. En dan zie je dat je ook de smaak vaak van koffie en suiker, van koffie en thee, veel beter leert waarderen. He, dus probeer het liefst echt gewoon cold turkey zonder suiker of suikervervangers. Dus de zoetjes of de stevia. Omdat je traint gewoon je smaakpapillen echt om het normale zoet veel zoeter te vinden. Nou, Anton heeft daarna nog een goede vraag gezegd. Is vegetarisch eten met name vleesvervangers gezond? Nou, wat vaker vegetarisch eten is absoluut een goed gezond idee. Hè? Dus het is gezond voor je lichaam, het is gezond voor de planeet en natuurlijk voor de dieren. Vleesvervangers zijn een moeilijke. Je hebt hele kwalitatief goede vleesvervangers. Maar eerlijkheid gebiedt me om te zeggen dat de meeste heel hoog zitten in de koolhydraten. Heel bewerkt zijn, heel veel zout. Hè, dus ook toegevoegde suikers bevatten. En ja, dan is het voor je gezondheid, kan je misschien soms nog beter een stukje vlees eten wat onbewerkt is dan een vleesvervanger. Dus kijk ook daar weer, hè, kijk achterop hoeveel zout zit erin. Zit er dextrose, maltodextrine, paneermeel, dat allemaal in. Ja, dan is het weer niet zo'n gezonde keuze. Oh, Karel's PC is helemaal gecrashed. Ja, dat kan natuurlijk ook gebeuren, maar hij gaat het nu op zijn telefoon proberen. Nou, in die zin is het fijn dat het nu gebeurt, want ik ben hier
de hoofdspreker, zeg maar, hier. En Karel is dat de volgende keer. Dus nu kunnen we ook alle fouten gelukkig eruit halen. En ja, kunnen we voor elkaar ophangen. Opvangen, in ieder geval. Dus nou, ik hoop dat hij zo nog erin komt. Maar we gaan eens even kijken. Even kijken, Rob zegt, ik voel me een lopend laboratorium. Eigenlijk is dat ook zo, als je kijkt wat er allemaal in je lichaam gebeurt. Het klopt helemaal, Rob. Interessant om te horen dat wij de regie kunnen nemen. Bedankt. Nou, dat vind ik hartstikke leuk dat je dat zegt, Rob. Wij hebben zelf heel veel invloed. Kijk, en een deel, het leven is niet helemaal maakbaar. Je kan niet, wat ik al zei, ik kan je geen garantie geven dat je medicatie kan afbouwen. Ik kan je geen garantie geven dat als je nu nog geen diabetes hebt, dat je het nooit zult krijgen. Maar wat ik wel kan zeggen is uit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en mijn inmiddels bijna 10 jaar ervaring in de praktijk, is dat je zelf ontzettend veel invloed hebt op je suikerwaarde, op je bloeddruk, op je cholesterolwaarde. Als het dus in familie, als het familiaire cholesterol is dat dus ietsjes minder. Maar ook op de risico, op het krijgen van kanker, op het krijgen van dementie. Misschien wel even een mooi zijbruggetje, want die dementie, daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. We weten dat alles wat goed is voor je hart en vaten, dat is ook goed voor je brein. Dus met name, dus ook zoveel mogelijk vers en onbewerkt eten. Vette vis is natuurlijk heel erg belangrijk. Omega 3 of lijnzaadolie bijvoorbeeld. Veel bewegen, en het hoeft echt niet intensief sporten te zijn. Maar gewoon wandelen, nieuwe dingen leren. Daar dus jezelf echt blijven iets leuks. En dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat het precies is. Maar als je die... dat brein maar een beetje prikkelt. Rust roest, zeggen ze dan wel eens zo mooi. Dus je hebt daar zelf heel veel invloed in op. Danielle vraagt nog, optimaal drink en milkfruit, is dat gezond? Nou, ik ben er niet zo'n fan van, omdat eigenlijk twee redenen. Eén is, melk is niet zo geschikt voor mensen met suikerziekte of een aanleg daarvan. Omdat ook, het zijn melksuikers zitten daarin. Je ziet als je de kwark, de kaas, de yoghurt, dat heet gefermenteerde zuivel, hè, dus gefermenteerde melk. De bacteriën hebben het omgezet in een andere vorm. En dan zie je dat heel veel van die melksuikers al gebruikt zijn. Dus die zit veel lager in de suiker dan melk aan zich. Dus melk ben ik niet zo'n heel erg groot voorstander van. Vaak die optimaal drink en milkfruit. Ja, je ziet dat die heeft vaak heel vaak suiker of zoetstof. En zoetstof heb ik nog niet zo heel veel over gehad. Wat er nou gebeurt is, je bijvoorbeeld, want wat heel veel mensen dan doen, is denken ze, oké, doe ik geen suiker, maar dan doe ik kokosbloesemsuiker, dan doe ik stevia, dan doe ik, ik weet niet eens meer, die zoetjes, natrena, ik weet niet eens meer hoe ze heten, ik heb ze al zo lang niet meer gezien. Maar voor je lichaam is suiker suiker. Dus in de zin van, wat voor soort suiker je ook neemt, er zal altijd een seintje van je brein, zeg maar, naar je alvleesklier, altijd insuline. Dan zie je wel, het heeft verschillende suikerpieken. Hè? Dus bijvoorbeeld de kristalsuiker geeft een veel grotere suikerpiek dan bijvoorbeeld de stevia. Die geeft veel minder grote glucosepiek. Maar die alvleesklier zal altijd insuline gaan maken. Dus op het moment al dat jij naar een taartje bijvoorbeeld kijkt of ruikt of wat dan ook, dan gaat er al een signaal van je brein, hé, daar komt iets zoets aan, ik moet insuline gaan maken. En als dus die receptoren, dus die sleuteltjes, als die al helemaal subgeschreeuwd zijn, die alvleesklier gaat veel te veel insuline gaan maken, want anders dan werkt het niet meer zo goed. Dan gaan die sleuteltjes gaan gewoon helemaal niet goed open. Dus het liefst echt dus zo min mogelijk suiker of suikervervangers. En wat ik zei, die smaakpapillen, die kan je trainen, is ook overigens zo met zout. Dus als je 2 tot 3 weken gewoon veel minder van het spul eigenlijk eet of drinkt, dan zie je vaak dat je smaak verandert. Zo was ik echt vroeger echt helemaal dol op Cola Light. Nou, ik krijg het echt niet meer weg nu. En op, hou je vast, kersenthee met suiker. Nou, echt veel zoeter kan je het volgens mij niet krijgen. Maar dat, ik heb het al jaren niet meer geproefd, maar ik kan me niet meer voorstellen dat ik het heel erg lekker vind. Dus geef jezelf ook een beetje de tijd en wees hierin ook je eigen onderzoeker. Hè? Dus voor de een werkt het heel goed. Ik heb 10 jaar geleden, bijna 10 jaar geleden na de geboorte van mijn eerste dochter, ik heb alle keukenkastjes leeggehaald. Ik heb alle gewoon goede producten heb ik in huis gehaald. Maar voor de ander die zegt, nou joh, weet je, ik begin eens eventjes met even thee zonder suiker of zoetjes, of die koffie. En dat is voor mij al een stap genoeg.
alles is prima. Helemaal niks moet. Kijk wat bij jou past, wat voor jou het fijnste is. Maar besef je dat je voeding, en daarom beginnen we daar ook mee, is de brandstof voor al je cellen, voor al je weefsels, al je organen. Dus op het moment dat je die diesel in de benzineauto gooit, ja, dat snappen we allemaal. We gaan niet helemaal goed, hè? Ik heb het wel eens gedaan. Dat gaat even pruttelen en op een gegeven moment valt die auto stil. Nou, zo zie je dat ook met dat lichaam. Als je die continu de verkeerde brandstof geeft, ja, dan gaat hij allerlei klachten, kwalen ontwikkelen, totdat hij op een gegeven moment gewoon echt, echt heel stil valt. Dus die juiste brandstof is ontzettend belangrijk. Nou, ik zie nog geen vraag binnenkomen. Zie ik dat goed? Dan is nog één ding wat ik me besef wat ik niet heb besproken. En dat is de broodvervangers. Misschien Gerrit zei het al eerder of iemand anders. Van de koolhydraatarm brood. Ik krijg ook veel vaak de vraag. Vaak het ontbijt. Dat is nog relatief simpel. Hè? Dus iets van vaak een yoghurt of bijvoorbeeld een eitje met wat eventueel een boerenomelet. Maar die lunch is vaak een lastige. Want ja, natuurlijk is het hartstikke goed om zelf salades te maken, om zelf soepen te maken. Hè, daar krijgen jullie ook nog allemaal recepten voor trouwens toegestuurd via de mail. Maar soms heb je daar gewoon even geen tijd of geen zin voor in. Wat ik weet is dat Lidl heel fijn koolhydraatarm brood heeft. Dus dat vind ik echt een aanrader. De Jumbo en de Albert Heijn hebben Tasty Basics. Die zijn ontzettend fijn. Dus Tasty Basics. En daar hebben ze crackers en broodjes van. Je hebt de Waza Vezelrijp. Dat is die lichtblauwe verpakking. En je hebt de Fjord crackers. Ik zie Louise heeft nog een. Ik kom er zo. Louis of Louise. Ik kom er zo op terug op de magma. Dus die is koolhydraatarm brood. De Tasty Basics. De Waza Vezelrijk. En de Fjord crackers. Die zijn allemaal echt goed ook ter broodvervanging. Even kijken. Als je melk wilt drinken, heeft magermelk van de voorkeur en waarom? Het liefst dus, die had je inderdaad net naar Danielle gesteld inderdaad. Het liefst dus echt geen melk. Ja, en als je dan melk neemt, liever de volle melk, omdat die gewoon veel meer verzadigt. En daar zitten ook weer minder suikers in. Er zitten ook weer minder melksuikers in. Dus dan liever volle, maar liever helemaal niet. Bea zegt, is koolhydraat beperkt brood van de andere supermarkten dan minder goed? Nee, hartstikke goede vraag. Nee, waarschijnlijk niet. Maar dit is degene die ik ken. Ik weet dat Albert Heijn en volgens mij de Jumbo hebben ze ook. Bakker heeft het volgens mij ook. Bekijk dan even hoeveel erin zit per snee. En vaak zie je het per 100 gram. Als, ja, hopelijk daarna ook per sneetje. Nou, gemiddeld genomen is een boterham zo'n 35 gram. Hè. Dus kunnen er ongeveer 3 in 100 gram. Dus je moet het delen door 3. Nou, en waar je het liefst op uit wil komen is onder de 7 gram per sneetje. En ja, hoe lager eigenlijk, hoe beter. Maar ik weet die van de Lidl. Die zit heel laag in de koolhydraten. Ik geloof ook 5 of zo. Even uit mijn hoofd 5. Maar die heeft volgens mij wel bijna 4 gram vezels per boterham. En een volkoren boterham bijvoorbeeld heeft er 2,5. Dus vandaar dat ik echt wel fan ben van die van de Lidl. Maar ga gerust eens kijken. Dus let op de koolhydraten en let op de vezels. En vaak zie je dan dus wel ook hoe, hoe kwalitatief goed het brood is. Ja, Mats is Jan. Ik denk haast dat echt witmeel is. Misschien Marloesje zit achter de schermen. Kan je het heel eventjes opzoeken. Ik denk, als ik ze zo voor me zie, is dat gemaakt van bloem. En bloem is witmeel. Dus dat is weer echt waar die vezels vandaan zijn. Dus ik denk haast dat niet helemaal fijn is, Jan. Maar misschien, Marloes, kan jij die eens eventjes achter de schermen opzoeken? Of misschien weet je het wel. Even kijken. Ant zegt nog, room is goed te vervangen als je bent met koffie met melk te drinken. Ja, zeker. Besef je wel, Ant, dat dus door de room, je hebt natuurlijk vetten en eiwitten, krijg je wel een glucosepiekje. Dus zwart is beter. Maar ja, als je echt zegt, nou, ik geniet daar zo ontzettend van, een klein beetje room, maakt het ook niet zo heel veel uit. Het is hetzelfde als mensen me vragen, ja, moet ik nou roomboter of margarine? Ja, daar is allebei wat voor te zeggen. Hè? Margarine is onverzadigd, is plantaardig. Er zitten ook nog vitamine in, maar is wel heel sterk bewerkt. Roomboter is verzadigd, hè? Verzadigd vet.
en is dierlijk, maar is er veel onbewerkter. Als je het een klein beetje doet, maakt het eigenlijk niet uit. Je kijkt dan ook naar je, ja, wat je, vooral wat je heel lekker vindt. Ik vind roomboter gewoon veel lekkerder. Ik vind margarine echt helemaal niet lekker. Dus je zal mij niet snel margarine, maar als jij zegt, nou, ik vind margarine hartstikke lekker, oeh, roomboter, ook perfect. Marloes zegt nog, Mats bestaat uit water en meel. Dat kan afkomstig van tarwe, gerst, spelt, rogge, haap of mengsel ervan. Het mag niet rijzen. Dat leert de Joodse traditie. En wat ik nog mis, Marloes, misschien kan je die nou uit alvezelbetten ook eens inzetten, is het ook koolhydraatarm. Want ik zie wel meel, maar goed, ja, volkoren brood is natuurlijk ook van meel gemaakt. Maar heeft wel 15 gram koolhydraten in plaats van 5 gram bij koolhydraatarm. Dus misschien kan je die er ook nog even bij zetten, als je wil. En Petra zegt nog, tussen de 79 gram per 100 gram. Maar ze zijn natuurlijk wel heel dun. Ja, ik denk als koolhydraatarme variant liever niet. Maar het is dus wel meel, dus heel ongezond zijn ze ook niet. Even kijken. Nee, dat klopt inderdaad. Dus de halfvolle en de magere, daar zit weinig verschil in, Petra. Dus kwark. Dus daar lijkt weinig verschil te zitten. Nou, ik ben dus altijd wel met de voorstander van de volle kwark. En daar, als het goed is, zeg maar, zitten met name ook meer vetten in. En die verzadigen ook meer. Dus je ziet dat die volle variant, omdat die hoger zit in het vet. Ik zei straks al die vetten. Dus het is nog niet eens per se het verschil in koolhydraten. Want die kwark... wacht even, sorry. Petra zegt, ik ben het weer half aan het lezen. Dus de volle en halfvolle melk en een magere kwark is een half gram koolhydraten. Het lijkt dat er weinig verschil zit tussen beide. Ja, dus dat is met name dus die fermentatie, dat er ja, een klein beetje zeg maar, een verschil in zit. Dus het lijkt weinig te doen. Als je kijkt weer bij de glycemische index, de glycemische lading, zit melk wel weer een stukje hoger. Dus liever de kwark en de yoghurt in plaats van de melk. En in de magere kwark zit ook meer eiwitten dan weer in de volle kwark. Dus je kan ook weer, kijk, het gaat maar om waar jij verzadigd bent. Dus als jij zegt van nou, ik heb die magere kwark en ik red het prima, red ik het tot 12 uur, prachtig. Maar als je merkt, hè, zoals Gerrit volgens mij was het, dat je toch een beetje trek krijgt om 10 uur, dan zou ik echt zeggen van nou, goh, probeer eens de halfvolle of de volle variant. Maar kijk even hoe het voor jou voelt. Even spieken. Nou, en dan zijn we inmiddels ja, aangekomen op kwart over. Ja, nou, Karel heb nog de laptop is gecrashed en via de telefoon lukt het niet. Dus ik ben bang dat hij niet meer terugkomt. Dus het voelt een beetje gek om zonder hem af te sluiten, maar het gaat hem dus niet meer lukken. Nou, ik hoop dat jullie er wat uit hebben gehaald. Ik hoop dat jullie hiermee echt aan de slag zijn. Oh ja, wat nog leuk is. Ik had hem eigenlijk nog geen willen vragen, maar dat ben ik vergeten. Welke praktijk zitten jullie? En het is dus allemaal anoniem. Dus welke wil je nog even in de chat zetten? Want het is voor ons ook wel heel leuk. Welke praktijk zitten jullie? Dus liever niet de dokter of zo, of de praktijkondersteuner. Maar wij zijn dus van Vondelplein. Of je mag ook een wijk noemen of zo, maar dat is ons wel leuk even om te weten van waar komen jullie eigenlijk allemaal vandaan en welke wijk zit je. Dus ik zie hier Watersteeg, even kijken, Zagenhoek, zie ik hier Vondelplein, Zagenhoek, Zagenhoek, Valk en Meijer, Vondelplein, kijk, hartstikke leuk. Kattenbroek zie ik hier. Zagenhoek. Hey, kijk. Ja, Anita. Leuk. Wijk Koppel. Soesterkwartier. Nou, kijk, leuk. Vondelplein, Zagenhoek. Dus veel Zagenhoek, veel Vondelplein. Leuk. Nou, echt fantastisch dat jullie erbij waren. Gea vraagt nog, ja, waar kun je advies op maat krijgen? Ja, goede vraag. Kijk, de praktijkondersteuners weten er natuurlijk ook veel van. Het is je eigen praktijkondersteuner. Ik weet even niet waar jij zit, Bea. Of jij bij ons zit of bij een andere. Ik zie het niet jou. Achternaam, misschien kan jij nog eventjes zeggen waar je zit. Ik zie nog Schotworst, Cartesius ook nog. Nou, fantastisch. Je praktijkondersteuner weet natuurlijk een heleboel. Stel nou dat je er echt niet
uitkomt. Je hebt ons natuurlijk ook, je hebt een mailtje van gekregen. Daar kan je ook op reageren. Komt je praktijkondersteuner er niet uit? Ze hebben ook weer ons mailadres en mogen ze ons ook altijd benaderen. Graag nog even de juiste datum van de derde en het vierde webinar. Ja, dat was dus een beetje misgegaan. Dus de volgende is op, ik pak me er toch nog heel eventjes bij. Dat is ook dus, wat zei ik nou? Even kijken. 23 juni, dus woensdag 23 juni. Nou, dan hebben we eventjes niks. En dan zitten we in september. Dan zitten we op dinsdag 7 september. En dan zitten we in oktober. En dat is dinsdag 12 oktober. Dus dinsdag 7 september en dinsdag 12 oktober. Dat zijn de juiste data. Jullie krijgen van ons gewoon een uitnodiging ook daarvoor. Even spieken. Ik krijg hier nog even... Ja, verwijs je nog door naar de diëtiste, zegt Bea. Ja, dat kan zeker ook. Kijk dan wel dat een diëtist is die echt ervaring heeft met koolhydraatarme voeding. Want soms zie je een diëtist die, of koolhydraatbeperkte, die en koolhydraatbeperkt en en ook nog vetbeperkt doen. En ja, dan is het weer niet zo heel fijn. Dus kijk wel even dat ze echt diverse onbewerkte voeding gaan zitten. En dan kan je natuurlijk ook prima ook naar een diëtist. En Ans zei, van, ik zou nog wat meer willen weten over insulineresistentie. Ja, ook dat kan je bij de huisarts laten bepalen. Een nuchtere insuline kun je dan bepalen. En met name boven de 20 zeggen we toch, dan is die echt verhoogd. En is er waarschijnlijk last ook van insulineresistentie. Nou, inmiddels is het 9:15 geweest. Alles opname krijg je natuurlijk deze week terug. Ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor je aandacht. Leuk dat jullie erbij waren. Ja, en ik hoop jullie dus volgende maand weer terug te zien. Voor het volgende webinar. Dankjewel allemaal. Fijne avond nog.